weg naar Friesland. Een filmpje met enige wetenswaardigheden. Ik hoop dat jullie hiervan genieten. Het was een fun day. Alright. Bye. Enjoy the show. Hey Kali, je staat erop hoor. Ja. Moet jij die even naar beneden houden? Durf je het niet aan? Waarom niet? Nou, je zei toch op de afsluitdek, man, maar je durft niet naar beneden. Waarom niet, man? Vind je het niet leuk of zo? Je kan er gewoon naar beneden, man. Dat moet even kunnen, man. We gaan even naar beneden, man. Oh ja. Allemaal ijs, Gerard. Alleen je kan er niet op. Maar je staat op het ijs. En je staat op het ijs, man. Wacht even, ik kom ook even naar beneden. En je staat op het ijs al nu, man. Oh ja. Ja, grappig. Nou, ga ik ook even op het ijs. Ja, moet je kijken, dit is mooi. Kijk, dan sta ik toch op het IJsselmeer, man. Dat is ongelooflijk. Kijk, ja, met die kleine bergjes en de sneeuw erop. Ja, maar of ik dit goed kan filmen, dat weet ik niet. Want ik zeg al, de zon en het weerkaatsen, weet je. Ja, ik denk het niet. Oh ja, ik zeg al, dit is dan het IJsselmeer, hè. Bevroren. Winterse bui. Wat mooi is, is langs die, zoals daarachter, die ijsschots allemaal. Fantastisch, als je het ziet. Ik was een keer bij Lelystad, bij de afsluitdijk, of dat bij die kleine dijk Enkhuizen, weet je wel. Uh-huh. Zo mooi is dat. Ja, prachtig is dat, weet je. Ik weet nou van baal dat ik die groothoeklens er even niet op heb, want dan kan ik van dichtbij eigenlijk veel breder filmen. Maar dan kunnen we straks bij Jorwert, want ik zou dat je straks ook even stopt bij de Waddenzee, weet je. Aan de andere kant. Ja, op de terugweg. Ja, de andere kant toch? Ja, dan zou je toch op het IJsselmeer hoor. Ja, ik kom ook naar boven. Het is alweer leuk geweest. Ja, ik vermaak me altijd kostelijk hoor, als ik mijn camera aan mijn hand heb. Even close-up voor jullie beiden. Over de afsluitdijk, kijk, dan kun je daar filmen. Maar dan kun je nu niet filmen, weet je. Natuurlijk staat die dijk er ook op. Oh, dat loopt nog even bij Kornwerderzand. Waar bij de kaarsenmatten, waarin de Tweede Wereldoorlog gevochten is.
een bootje die naar de Waszee gaat. Dat komt van het IJsselmeer vandaan. De bruggen gaan open. Ja, de brug is even open, weet je. Vind het toch even leuk, even een bootje ook even filmen. Het enige wat ik hoop is dat je die blokjes niet te storend ziet, weet je. Gewoon hier hebben ze gevochten. Ja, zeker. Ik zeg al, hier hebben ze de Duitsers toch dagen tegengehouden, weet je. Het is gewoon wel jammer dat het allemaal hier toch wel gemoderniseerd mee is. Ja. Allemaal militaire stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. Machtig. Het IJsselmeer zelf. Een zendmast of zo. Een zendmast in het water op het IJsselmeer, Gerard. Heb ik dat er toch even nog opgezet, hè? Even een globaal beeld voor de Weddersom. Nog even een grote kaas aan het. Daar ging het bootje doorheen. Oh, mooi. Kom maar. Kom maar met papa. Mooie, mooie. Koud. Ja, nou, ik vind het mooi hier, weet je.
Jammer, ja, die oude die durft dit niet aan. Weet je. Maar kijk, dan zou je toch. De lucht van benauwdheid maakt. Ja, het is, maar het is ook vrij diep, weet je. Dat, allemaal. Ja, maar ik weet dat hij ervan geniet hoor. Hij heeft dit altijd al een keer willen zien. Wat een bootje zijn die hier aankomt, wat dat betreft. Ja. Neem aan dat dat van bootjes is gemaakt. Ja, ik vind toch wat een mooie. Ik zal dit nooit meer terugzien. Hoezo? Ja, ik zal hier nooit meer komen, weet je. Nou, ik word 27. Ja, daarom. Er moet toch wel een windje staan dat al die molentjes zo stevig draaien. Ja. Een hele groep meerkoeten, man. Dit is echt even een stukje natuur. Je hebt ook leuk, die kleine dorpjes. Ah, ik ook, man. Ik geniet er gewoon van. Ik hou van dieren, weet je. Oh jawel, ik heb in de pool ook heel veel op. Ja, dat is mooi. Is een dierenhutter geweest of zo? Nee. Was dat niet zo raar? Wat meer, en de vogels komen te. Ja, dat is mooi. Kijk, je ziet er een schip uitkomen, weet je, die gaat naar de Waddenzee. Kijk, dit vind ik echt mooie plaatjes, weet je. Ja, ik zeg ook, met de auto kun je overal komen wat dat betreft. God, dat is wel een lange jongen. Ja, het is helemaal niet. Nee, de rij op. Is die batterij op voordat hij klaar is? Er zijn nog twee auto's aan boord ook. Ik ga zien dat er met die zijn. Ja, dat kan ik niet goed zien, weet je. Oh, wat een lange jongen zeg. God, wat is hij lang. Ik heb hem gefilmd, ik heb hem gefilmd. Ziet hij heus wel. Twee auto's hoor, hier. Oh nee, is een bootje. Twee auto's en een bootje. Ja. Ja. Goh, wat een boot. Ja, stap maar uit. Stap dan uit, man. Dan kun je even zien hoe je het in Jorwert doet. De schreden van die ouwe in Jorwert. Nou ja, daar ben je toch in Jorwert, man. Nou ja, je zat vast, hoor, in Jorwert. Kan ik eens een foto maken van opa? Ja, nou, je wordt nog even vastgelegd door Gerard. Huh? Dan word je even vanuit de auto gefilmd. Nee, jawel. Ja, de bakermat van Fritsma, hè. Plaatje, weet je. Ja, juist, achter u zijn ze ook van niet achter. Hebben hier veel Fritsma's gewoond, ouwe? Ja, ooit.
35 jaar, dat heb je er nog met mij gebouwd. Maar is dat lang die straat of gaat het allemaal met die Het is niet zo. Ik heb me even vanaf het bureau ook een los close up weten. Ook allemaal nieuw wat je hier ziet zijn. Hij staat er al op. Hij staat er al op. Oh ja, hij staat erop hoor. Ja, ik heb hem al, ik heb hem al. Ik heb hem ook bang voor jou. Ja, apart beest, hè. Hij staat vast, hij staat vast. De kat in Jorwert. Dat is mijn geboorte. Daar staat het over op houden. Dacht je wel nog meer veel? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of je erin kan. Wil je er even in? Nee, ik weet het niet. Jawel, soms is hij open. Ja, en aan de andere kant heb je nog een ingang. Ja.
Op het eind van het dorp. Hier en daar? Ja. Ja. Hoe ben je hier uit? Nou, hier heb ik Fritsman geloofd. Frits? Frits, ja. Een Sjoerd. Een Sjoerd, ja. Dat was een familie van mij. Ja. Dat was familie van mij. Dat was familie van mij. Ja, ja, ja. Kijk, ik ken je bij het leven. Nou even niet meer, hè? Ja, precies. Gewoon 23. Ja. 21. Nou ja. Ja, hier woont Sim Vissen, gewoon in de herberg. Hier woont ik. Oh, woont u nou hier? Ja. In de herberg. Ja, ja. Is het hè? Ja. Ja, we hebben er al mee. Heb je het gehoord? Ja. 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 Je ging wel gevallen. Mooi, hè? Weinig hoor, voor het huis, hè, man? Ja, ik heb nog een paar minuten erop zitten. Het ziet er toch altijd leuk uit. Bij Amsterdam, want het plaatsje landt meer. Dan moet je zo even keren. Maar dan moet je rustig, dan kan ik filmen terwijl je rijdt. Weet. Oh. Ik heb hem nu weer geactiveerd. Oh, hij geeft al het signaal geen batterij. Nee, dat kan niet, want als ik hem nu uitzet en dan weer opsta. Dat was die man. Als ik hem nu uitzet en dan opstart, dan heb ik een probleem, want dan is... Ja, ik neem op. Gewoon filmen, dan maakt het uit. Jammer dat je niet even met die mensen kan praten, weet je. Ik heb geen familie hier, mooi. Nee, maar je kan misschien even met die mensen praten, weet je. Weet je dat zeker? Nou, die weet ik.
Dus één van die twee huizen was dat, ja, hè? Ja, de ene huis heeft Parken en Peppen in gewoond en de andere huis is allemaal Hendrik. Dat vroeg voor elkaar. Ja, zeker? Ja, weet ik zeker, die woonden naast elkaar vroeger. En dan is het dus hier, nou dat staat erop hoor, dat staat erop. Je kan hier niet te lang kleven. Ik heb nog 54 minuten, ik had die oude meneer makkelijk kunnen opnemen, man. Nou, ik heb alles getaped. Als jij heel rustig rijdt, dan kan ik nog even tapen terwijl je rijdt. Als je niet te snel rijdt. Kijk, dan heb je toch even Jorbert in beeld, weet je. Ja. Dat is anders. Kijk, dan hoef ik niet eens te zoomen. Rij maar gewoon, Gerard. Ja, ik heb de kerk hier de hele tijd in beeld, hoor. Ik heb zelf die paardenkar in beeld, want ik heb die groothoek erop zitten. En dan gaan we nu even maar door jouw voorraam. Hè. Moeten we nog even in de wand gaan kijken? Ja, we kunnen nog even maar ja, een rondje maken voor hem aanstaan. Ja, dat ken ik me niet meer in de wonen familie. God, dat schokt heel erg. Ja, het zijn wel allemaal weg. Dus, ja, oud hè. Ja, dat heeft eend nog wel. En een poes. Ja, nee, ik heb alleen eend. We blijven wel bezig. Ja, we draaien, Geert. Als je niet te wild draait, dan kan ik nog even... Alsof je een effect neemt, weet je. John werd de andere kant. Is dat een school? Het is een school, man. School van Jorwer. Lagere school, dan zie je wat Gerard zegt. De 70 klassen? Ja, ja. Rij maar goed, hè? Nog steeds, dat voelt het goed. Beetje schokkerig, maar... Ja, nu ga ik stoppen met filmen. Was je naartoe gedaan ook wel? Wapen van paard? Ja, dat hebben we familie. Stop even een bordje. Daar staat het op. Achter hier zeker geschreven, hè? Leuk. Misschien woont hij hier of zo. Oké. Okay. Ja, daar wel. Ik zie niks meer. Wil je er even uit? Even niet draaien. Ik vind het altijd leuk om even inwoners er ook nog even bij te hebben. We zijn een oude. Ja, dat maakt niet uit. Kijk, dit is het einde van Jorwer. Het is echt maar een klein dorp. Nee, dat is van het bord. Leuk om ook als einde van het bord te hebben, weet je. Met een 30 kilometer bord erbij, oké. Okay. Karren met die hap. Waarom dat?
Het is net een kasteel, dat andere huis. Het zijn wel aparte huizen, Gerard. Dat zou je niet verwachten. De laatste beelden van Jorwert in de nevels. Afstand met schaap op de voorgrond. De kerk van Jorwert, Jorwert zelf, goh, wat is Jorwert groot? Nou, voor Bussel, nee. Het is zo veel, hè. Dan heb je toch de omgeving van, weet die, ome Sjoerd? Zeg ik dat goed? Ja. Waar die heeft gevaren? Nee, weet die vent met die trekschuit? Ja, die ome Hendrik. Ja, nou, waar die heeft gevaren, dat was dus hier. Nee, dat ja, dat maakt niet uit, maar dit is Jorwert op afstand. Hier heeft hij rondgelopen. Ik weet dat hij hier wel eens heeft gelopen. Nee, niet dat ik. Laatste shot van die kerk, als ik hem kan vinden. Oh ja, even kijken of ik dicht ik in kan zoomen. Ik zit al op supertelen. Nou, ik zoom maar uit, schaapjes op de voorgrond. We zijn er, hoeveel kilometer denk je er vandaan? 3? Twee kilometer. 1 kilometer. Oké, rij maar. Ik heb hem wel op, ik heb hem al. Hij draait toen niet met zijn wieken. Dat is op zich al jammer. Ik denk dat het is. Houten molen, originele houten molen, ik heb toch gelijk. Vlakke land van Friesland, het safety van de auto's. Toch prachtige beelden, vlakke land van Friesland. Oké, laatste boerderij. Stenen. Ja, dat moet toch kunnen, man. Waar is je ijs? Ja, dat is hier totaal weg, maar dan zit je toch even aan de Waddenzee, hè? Nou, dat is toch wel... Heb je echt goed of koud? Nou... het is een en al water. Een rare stroming zit hierin, hè? Die ja, dat viel mij ook op. Ik denk, het is wel een beetje... Wacht maar even pijn. Door de Waddenzee. Ja, kun je wat doen, man. Je was toch weer even naar beneden gelopen, hè? Ja, moet kunnen. Ja, dat is wel leuk. Zijn we toen nog even ook aan de Waddenkant geweest, weet je?
daarna snoop nog even op naar de Waddenzee, weet je. Moet kunnen. Leuk, leuk. Uit Friesland. Ja. Nou, dan gaan we de overkant kijken bij Nee. Daar zijn we toch al geweest, Gerard? Ja.